Goedemorgen. Pesten, wat moet je ermee? En woorden van bemoediging, we hebben ze allemaal nodig. En als vrouwen je hobby waren. Welkom bij aflevering 454 van Café Tinto. Bijzonder goedemorgen, welkom bij Café Tinto. Vanmorgen hebben we het over pesten. En er is een boek verschenen met de titel Met buikpijn naar school. Nou gaan we allemaal wel eens met buikpijn ergens naartoe. Fina, dat herkennen we allemaal, hè? Ja. Buikpijn is een soort graadmeter of je iets leuk vindt of niet. Ja, of als je spanning ergens voor hebt. Ja, ja, maar het had ook kunnen heten met hoofdpijn naar de eetzaal of met stress naar de kantine. Ja, want je hebt het veel breder getrokken dan alleen de scholen. Je gaat zelfs door tot het verzorgingshuis. Ja. Nou, dan ga je me niet vertellen dat bejaarden elkaar pesten. Bejaarden doen het heel erg. Het is echt verschrikkelijk als je wel eens in een bejaardenhuis komt. Dan zie je dat bijvoorbeeld die mevrouw niet aan tafel mag komen zitten. Uitsluiten. Of die praat te hard. Of ze zetten je rollator weg, zodat je niet weg kan. En dus dat pesten komt heel veel voor juist daar. Hoe ouder, hoe wijzer. Dat klopt dus niet. Nou, op dit terrein niet helemaal. Nee. Nee. Ja, wat is het, hè, dat mensen dat doen? Ja, dat kan heel veel oorzaken hebben. Ik denk dat de oorzaken bij kinderen wel weer anders zijn dan bij bejaarden. En bij volwassenen op het werk of in de kerk zijn ook weer verschillend. Ja. Dus in die zin geeft het boek ook wel een heel breed spectrum van oorzaken. En ook een breed spectrum van hoe kan je er naar kijken en hoe kan je er ook iets aan doen. Ja, nou, daar gaan we straks over in gesprek. Ja. Met buikpijn naar school. En dan gaat het toch ook over bejaarden. Ja. Het maakt ons heel erg nieuwsgierig. De bemoedigingssite. Gerry, hoeveel jaar doe je dat inmiddels? Inmiddels 4 jaar. Inmiddels 4 jaar? Ja, we zijn net ons vierde jaar of vijfde jaar ingegaan. En ja. Elke vrijdag probeer je weer een nieuwe, verse overdenking of bemoediging uit te spreken. Ja. Ja. Hoe kom je elke keer weer aan nieuwe ideeën? Nou, ik denk gewoon uit het dagelijks leven. Het is dat is ook zeg maar een verschil met een preek. Dat is toch iets anders, maar dit is vooral een kleine metaforen. Dingen die mensen snel oppakken, snel begrijpen wat je ermee bedoelt. Borden kapot gooien bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik bedoel, dat heb ik je voor de camera zien doen. Een bord kapot gooien. Ja. Ja, ja, dat was echt een hele gebeurtenis. Daar kreeg ik echt ook reacties op van. Een hele kostbare schaal. Ja, en, ja. Nou, dat viel mee, ja. Hè? Geloof ja. Ik. Ja, hij had wel bepaalde waarden, maar ik vond het stuk zo belangrijk. Ik vond die metafoor zo belangrijk dat ik echt dat bord heb prijsgegeven om het te... Had je dat vooraf bedacht? Om het te doen, ja. Ik had het, ja, dat, ja, dus dat, dan ben je ermee bezig. Ja. Van wat doet het als een kostbare relatie stuk gaat? En nou, toen dacht ik aan een kapot vallen van een bord wat je... echt werkelijk uit de handen valt. Ja. En ik had echt zoiets van, nou, ik ga dat demonstreren in de keuken. En daar ging het bord. Ik heb hem een keer in Tsjechoslowakije gekocht tijdens een vakantie. En, oh, dus had ik hele herinnering aan vast. Ja. 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 Dus je voelde ook zelf de pijn. Ja, maar dit was maar een bord. Mm-hmm. Als relaties tussen mensen kapot gaan. Ja. Dat is zo onbeschrijfelijk veel diepere pijn. Ja, ja, ik had dat bord uit Tsjechoslowakije daar echt wel voor over. Ik dacht nou dat God het dan mag gebruiken om mensen te bemoedigen. Want ik wou daarna wel iets zeggen over zo'n kapot. Ja, het gaat verder dan het kapotvallen van het bord. Ja. Nou, ook met jou praten we straks verder over de bemoedigingssite en over een nieuw boekje van jouw hand. Ja. Ja. Johan Langeberg. Ja. Ik heb jou geïntroduceerd aan het begin als vrouwen je hobby waren. Nou, klopt. Nou kan ik me van alles voorstellen dat je als hobby hebt. Maar vrouwen speelden een enorme centrale rol in jouw leven, in je denken, je doen. Hè? Ja, altijd. Altijd geweest. Altijd die aantrekkingskracht. Spanningsveld opzoeken.
En op een gegeven moment ben je brave leventje kwijt, zeg maar. School, een baan, raak je je baan kwijt op verschillende manieren. Niet leuk. En dan zeg je van, ik ga mijn eigen gang. Ik ga doen wat ik leuk vind. Ja. Klaar. Waren vrouwen voor jou een troostmiddel? Dat klinkt onaardig, sorry dames. Ja. Troost, aandacht, vorm van liefde, noem het maar, ja. Op die manier. En even de wereld om je heen vergeten. Ja. Even de pijn. Ze waren handig voor jou, gebruiksartikel. Ja, het is niet netjes om te zeggen, maar in die tijd zeker. Ja. Ja. Gelukkig is het goed gekomen. Oké, okay. Ja. Mooi. Straks jouw verhaal. Dank je wel. En je schetst nu even iets, maar dat roept gelijk weer heel veel vragen op. Ja. Die gaan we straks stellen. Prima. Alle drie hartelijk welkom in deze uitzending. Dank je wel. Als je de krant leest, het nieuws ziet, dan zijn er berichten die blijven haken. En dan denk je, nou, verdraaid dit, hier word ik boos over of word ik heel blij van. Die vraag hebben we ook bij onze gasten neergelegd. Welk nieuws raakt je? Hebben jullie de krant gelezen of waar komt jullie nieuws vandaan, Fina? Ja, ik heb gezien op nu.nl dat als je geliefde overlijdt, dat je in de eerste maand daarna twee keer zoveel kans hebt op een hartaanval of een beroerte. En zelfs het hele jaar daarna zes keer zoveel kans als anderen. En dat heeft te maken met de verhoogde cortisol, waardoor je dus veel kwetsbaarder bent. Nou, ik vond het wel heel erg schokkend eigenlijk. En ik dacht, hoe belangrijk is het dus ook dat wij er zijn voor mensen die achterblijven. Ja, niet dat je dan alle stress kan wegnemen. Maar als je weet dat het zoveel impact kan hebben, dan is het belangrijk dat je mensen ook niet ermee laat zitten. Ja, dat verklaart misschien ook waarom je bij bejaarden vaak ziet dat de partner binnen het jaar ook overlijdt. Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen dat dat ook daar met die lichamelijke stress te maken heeft. Ja, ja. Bijzonder. Dat, inderdaad, wat kunnen we dus doen? Kun je dat cortisol afbouwen door aandacht te geven aan iemand? Of? Nou, ik denk wat je kan doen is kijken hoe de stress kan worden verlaagd. En soms kan dat zijn door er voor iemand te zijn. Of iemand te steunen of te helpen bij zijn verdriet of wat dan ook erop uit te trekken, het ligt net aan wat iemand nodig heeft op zo'n moment. Ja. Dus ik denk wel dat je niet moet denken, oké, het hoort erbij, komt wel goed, laat maar. Maar wel kan kijken, wat kan ik voor jou betekenen in deze tijd? Ja. Precies. Gerrie, wat is jouw nieuws? Nou, ik heb het uit de Trouw. Een heel klein berichtje, want er staat natuurlijk heel veel in en heel veel ellende, maar dit was een positief berichtje dat een bijbel het leven heeft gered van een buschauffeur in Ohio. En die had hij in zijn borstzakje en hij is met zijn bus met pech in een onveilige wijk terechtgekomen, waar vervolgens hij onder vuur is genomen door drie mannen. Drie kogels zijn op hem afgeschoten en twee zijn in de bijbel terechtgekomen. Dus die waren anders, waren ze in zijn borstkast terechtgekomen. En nu was alleen één kogel in zijn been. En daarmee is hij naar het ziekenhuis gegaan. Maar die bijbel heeft dus die beschermende functie gehad. En ik vind dat een geweldig metafoor. Ja. Want ik denk dat de bijbel echt een beschermende functie heeft. Ja. Dus ik vond het een prachtig nieuwsfeit. Ja, mooi. Ja. Het is toch mooi dat kleine berichtjes zijn soms zo waardevol. Het zou voorpagina nieuws mogen zijn, maar we hebben gekozen voor het slechte nieuws. Dat mag op de voorpagina. Hè? Ja, dat zo gaat het. Ja. 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 Maar goed, dit is een mooi bericht. Ja. Wat is jouw nieuws, Johan? Ja, ik kwam een bericht tegen over de auto van de president Obama. En ik was gewoon aan het lezen. En natuurlijk eind maart komen de beste mannen hier naar Nederland voor de nucleaire conferentie. En ik zeg het misschien een beetje lachend, maar die auto wordt de Beast genoemd. En ik was aan het kijken voor een onderwerp. En hij kwam gewoon bij me binnen. Ik denk van, die moet ik gewoon gaan gebruiken. Ja. En het En toen dacht jij, had je associaties daarbij? Ja, wel. Ja, als je kort daarvoor Openbaring hebt gelezen, en komt het beest uit de zee met de 10 horens. En toevallig, hè, maar toevallig hij bestaat niet,
heet de auto The Beast. Ja, dat vond ik wel toepasselijk. Ja. Ja, dat zet jou aan het denken. Zeker, ja. Ja. De afgelopen weken ben ik door de Heer, zeg maar, die gaf me bepaalde punten aan mij om het een beetje te onderzoeken, zeg maar. En dan duik je er een beetje diep in. Ja, dan is dit een bevestiging weer van, hey, staat in de Bijbel, zoveel jaren ervoor geschreven. Mm-hmm. Die fase wat in Openbaring komt, staat beschreven, die komt eraan. En dan wordt de auto ook toevallig de Beast genoemd. Dus die kwam bij mij heel goed maar binnen. Maar dat kan toch ook gewoon een stoere, jongensachtige benaming van een stoere, solide auto zijn? Zeker, dat kan. Ja. Maar als je ervoor zoveel andere bevestigingpunten hebt doorgekregen. En dan denk je van, hier zie ik iets dat in de openbaring staat. Ja, ja. Dat slaat. Dat zet jou aan het denken. Ja, en dat sluit mij weer aan. Het is weer een connectie zo van, hey, wees alert. We zitten in een hele aparte fase van het leven, zeg maar. Ja. Oké, dankjewel. Als er nieuws is dat u raakt, nieuws waar u blij, boos of verdrietig van wordt en u wilt het met ons delen, laat het ons weten. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. Elke vrijdag voor de zon ondergaat, zo wordt het omschreven door Gerry zelf, dan is er weer een bemoediging te vinden op haar bemoedigingssite. Dus elke vrijdag is er de stress. Of ervaar je hem niet? Nou, het werk begint al op maandag. Dus de opnames moeten gemaakt worden, moet gemonteerd worden, er moet tekst geschreven worden. Want ik schrijf ook altijd een bemoedigings- of een verdiepende tekst bijlage voor de abonnees. Dus ik ben eigenlijk de hele week werk ik naar die vrijdag toe. En ja, en dan uiteindelijk op vrijdagmorgen moet het wel op de site komen en moet het de nieuwsbrief worden klaargezet om verzonden te worden. Dat gaat op dit moment naar 4600 abonnees inmiddels. Dus dat is al een heel, dat is al heel wat. Dat zijn er heel wat, ja. En die bekijken het ook allemaal. Nou, je moet het eigenlijk zien zoals ook een tijdschrift of andere media uit die groep. Kijken gewoon een groep mensen. En ik denk, er is een trouwe groep die echt op vrijdag echt wacht van, hey, de bemoediging is er weer. Maar er zijn ook mensen die in de loop van de week kijken. Maar er zijn ook mensen die abonnee zijn en die kijken af en toe. Ja. En dat kan natuurlijk ook. We gaan even naar een fragment kijken uit een bemoediging. Dan weten we meteen waar we het over hebben en hoe het eruit ziet. Ja, goed. Lieve mensen, een heel hartelijk welkom weer op de bemoedigingssite. Ik hoop dat ook dit woord je weer goed gaat doen. En dat bid ik je toe in de naam van onze Heer Jezus, die het licht van ons leven is en het werk van deze bemoedigingssite wil dragen. Hij is op dit moment bij jou. Hij is bij jou, zoals hij ook hier bij mij is. En laat zijn wil regeren in ons leven. Lieve mensen, wij hebben allemaal een eigen wil. En die willen van ons, die staan in relatie met anderen wel eens tegenover elkaar. En dan wil iemand anders iets van ons wat wij misschien niet willen geven. En dan wordt er druk op je uitgeoefend om dat dan toch te doen. Daarmee gaan mensen wel eens over elkaars grenzen heen. Over elkaars grenzen heen. Gaan mensen over elkaars grenzen heen. Dat is blijkbaar een thema dat je heeft geraakt. En dat ga je dan vervolgens uitwerken met een Bijbelgedeelte erbij. Ja. En dat zijn dan woorden waarmee je de mensen wilt bemoedigen. Ja. Is dat bijvoorbeeld het over elkaars grenzen heen gaan, een onderwerp dat jou dan de weken ervoor heeft geraakt? Ja, wat je
wat ik zeker zelf ook ken. Dat hoeft niet per se precies net de week ervoor te zijn. Dat kan ook langer zijn. Maar dat je weet hoe het werkt, hoe het functioneert, dat mensen grensoverschrijdend kunnen zijn. En dat ik dat dus ook zelf kan zijn. Ik kan ook grensoverschrijdend zijn. Dus het leren respect te hebben voor menselijke grenzen, dat maakt, want ik denk namelijk dat God onze grenzen bepaald heeft. Dus dat is ik kom elke keer toch terug bij God en bij het woord van God en dat wil ik open doen. Dus het is niet een verzinsel wat je zelf of wat een modern verzinsel is, maar wat zijn bodem vindt in onze relatie met God. Hij heeft ons gemaakt, hij heeft de grenzen voor ons leven bepaald. Je kunt ook grensloos met jezelf omgaan. Dus dat zijn dingen, ja, die ken ik wel. Dat ik gewoon denk van, nou, nou ga ik over mijn eigen grenzen. Ik had iets beter niet kunnen doen, maar ik vond toch dat ik het wel moest doen. Of dat ik bij een ander druk heb aangezet. En ja, dat ik later naar mijn man toe bijvoorbeeld terug moet nemen. Joh, nee, ik moet jou respecteren als jij dit echt niet wil. Of het is echt niks voor jou. Doe het dan op jouw manier. En ik wil me houden aan de grenzen. Dus dat is een stukje overtuiging. Waardoor dat de relaties vrijer worden, ontspannender worden. Mm-hmm. Want we worden niet gelukkiger ervan als we elkaar onszelf of anderen onder druk zetten of er wordt druk op ons uitgeoefend. En heel veel mensen hebben soms ook moeite om nee te zeggen. Ja. Om te zeggen, nee, je vraagt het aan mij, maar ik doe het niet. Als je weer voor de bemoedigingssite aan de slag gaat, staat aan het begin van een nieuwe week. Zijn dat dan onderwerpen die jou aanspreken? Of ook zijn het onderwerpen die je soms aangeleverd krijgt van de mensen, van de abonnees die de bemoedigingssite volgen? Ja, dat gebeurt inderdaad, dat abonnees mij ook wel op dingen attenderen. Zoals de bemoediging die deze week draait, is een preek van een loser. Dat is iets wat ik op Facebook was tegengekomen van een abonnee. De preek van de loser, Diederik Stapel, die heeft een preek gehouden. Ja. We kennen natuurlijk hem als ex-professor. Ja. En heeft een preek gehouden van de loser. Ja, maar daarvoor, daarvoor is een preek gehouden door Annemarie Havenkamp. Ja. Zij is journaliste en zij had dus dat woord preek van een loser, dat had zij gebruikt over haar gehandicapte zoontje Job. En zij heeft dat... Ik had dat gelezen en ik kreeg dat aangereikt en ik dacht, ja, wat is dit waar? Wat is dit waar dat wij... Zij kwam door die gehandicapte situatie met haar zoontje, kwam ze erachter dat het jongetje, wat nu inmiddels 10 jaar is, haar geleerd heeft dat de wereld niet maakbaar is. Dat de wereld niet te zetten is naar jouw eigen hand. Dat vandaag of morgen jou ook iets kan overkomen wat niet met voorspoed en met gezondheid en welvaart en al dat soort dingen te maken heeft. Maar waar je op in moet spelen, waar je afhankelijk wordt van anderen misschien wel. En wij kunnen niet alles wat ziek en zwak is uit onze samenleving wegbannen. He, want over dat jongetje wordt dan gezegd van, ja, hadden ze dat nou niet kunnen ontdekken met 20 weken echo, dan had het toch weggenomen kunnen worden. En dat is een denken van, ja, elimineer het maar. Elimineer het maar. Ontken het maar. Ja. En terwijl zij echt zegt van, nu uit de ervaring die zij heeft met Job, dan had ik wat gemist in mijn leven. En ik begrijp dat heel goed, want ik heb zelf een zoontje, een zoon die verstandelijk gehandicapt is, die is weliswaar door adoptie bij me gekomen op een andere manier. Maar wat heb ik vaak gedacht, dat ik door Tiago iets leer wat ik niet op een andere manier kan leren dan door deze manier. Andere dingen die bij mij boven worden gehaald,
doordat er een zo'n soort situatie zich voordoet. Dus ik was het, nou, dan wordt het onderwerp aangereikt door een ander. En zo werkt het iedere keer weer. Ja, en heel veel ook in de kerk zelf. Als ik in een dienst ben en ik luister en een preek land. Met dank aan de dominee. Ja, en dan kan het misschien, en dan komt er misschien soms een ander accent dan ik in de preek heb gehoord. Maar het is wel het moment waarop het ontstaat. Ja, ja, De bemoedigingssite, je kunt gewoon bemoedigingssite.nl intypen en dan kom je er. Ja. Een abonnement is nodig? Of, Ja, je kan je abonneren. Je kan er sowieso heen. Maar word je abonnee, dan krijg je van mij elke vrijdag een mailtje in de bus. En je blijft betrokken bij alles wat we nog meer doen. Ja. Want we doen nog meer dan die filmpjes. Inmiddels is er een heel bemoedigingswerk ontstaan. En wat ook gedragen wordt door heel wat meer mensen dan ik alleen. In de toekomst zullen ook andere mensen mee gaan bemoedigen. Dus dan ben ik niet meer enige die beeld gaat bepalen, maar dan komen er wat mannen en vrouwen bij. Dus we zijn nog lang niet uitbemoedigd. We gaan gewoon door. Er is nog veel bemoediging nodig in ons land. Ja. Een boekje. Je bent ook schrijver. Ja. Je hebt natuurlijk de nodige boekjes over seksualiteit geschreven. Ja. Daar ben je klaar mee, hè? Ja. Ja. Dus de volgende generatie mag dat oppakken. Ja. Ja. Nou, je hebt nu weer een nieuw boekje van jouw hand. Ja. Deze boekjes, echt, dus die sinds de Heer me geroepen heeft om dit te doen, is me ook mijn schrijven ook toegespitst op bemoedigen. Dus dit is het eerste boekje geweest. Dit is nu net in januari uitgekomen voor jou. En het is echt een boekje om zelf te lezen of cadeau te doen aan iemand waarvan je denkt, nou, kijk eens. Voor jou, je kunt wel een bemoediging gebruiken. Dit je kan. Ja. En ik, ik denk dat heel veel mensen een bemoediging nodig hebben. Ja, want je schrijft op je site: tegen elke negatieve opmerking zijn 7 positieve opmerkingen nodig. Ja. Dat klinkt bijna wetenschappelijk, maar. Ja, het is een citaat. Het is niet van mezelf, maar het is een een oudere wijsheid, zal ik maar zeggen. Maar ik kan hem niet helemaal achterhalen omdat het anoniem is. Weet je dan niet van wie het dan is. Maar Fina is natuurlijk heel deskundig op dit terrein. Maar de impact van een negatieve opmerking, dat weten we de eigenlijk allemaal. Woorden. Joh, die heeft. Je hoort soms. Op een uitzending zul jij ook hele mooie reacties hebben. En dan komt er ineens één langs en dat is een hele gemene opmerking. En die landt en daar moet je zoveel kracht tegenover zetten om te zeggen, nee, ik geloof het niet. Ik doe het weg of ik neem het aan, maar ik wil me er niet door laten ontmoedigen. En daaraan zie je dat we zoveel positieve woorden nodig hebben. En ik denk dat bemoediging een kracht van God is aan de gemeente. Dat is mijn uitgangspunt. Net als genezing, net als profetie, net als al die andere gaven die God geeft. Dus wij hebben bemoedigers nodig, ook juist in onze eigen kerken. Om elkaar te bemoedigen van ga door, geef het niet op. Want als we leven in de laatste dagen waar Johan het net over had, dan zullen er veel mensen zijn die zeggen, ik weet niet meer of God nog wel naar me luistert. Ik weet niet meer of ik het wel volhoud om te geloven. Nou, dan hebben we goede woorden nodig. We hebben elkaar nodig. Om elkaar vast te houden in dat geloof. Dus dat is de bediening die ik eigenlijk voor mezelf ook zie. Ja, volgens mij, Fina, kun je straks zo aansluiten. De kracht van woorden. Ja. Want het pesten, het zijn niet altijd woorden, maar in ieder geval woorden die kunnen stichten en kunnen breken. Ja. Ja. Dus wat zij doet is wat alle mensen zouden moeten doen, toch? Ja, zou een hoop schelen. Zou een hele hoop schelen. Ja. Dan krijg je een hele andere sfeer, ook straks in het bejaardentehuis. Ja. Als mensen het abonnement hebben, dan krijgen ze een mailtje van jou.
Is dat een nieuwsbriefachtige vorm? Ja, een nieuwsbriefachtig en de verdiepende tekstbijlage krijgen ze. Want die is 1 week staat hij op mijn site en dan haal ik hem er ook weer af. Omdat ik natuurlijk, dat is auteursrechtelijk beschermd. De beelden, dat mag iedereen gebruiken en verspreiden, dat is verder geen punt. Ja. Maar ja, dus dat is, en je bent gratis abonnee. Je kunt je opgeven. Waar vind je dat nog, hè? Ja. Gratis abonnee. Ja, en we proberen. Ik ben ook echt dankbaar dat we echt mensen hebben die ons werk gaan ondersteunen. Zodat we het. We hebben niet heel veel geld nodig, maar wel een beetje. Want het kost wel geld. En ja. Ook al doen we het pro deo. Dus ik verdien er zelf ook niks mee. Ik doe het voor de Heer en dat is mijn drijfveer en ik heb gelukkig een man die me onderhoudt. Dus ik eet. Ik heb een man die me onderhoudt. Dat heb ik. Het klinkt bijna gelukkig zielig. Ik heb een man die me onderhoudt. Nee, maar daar ben ik gewoon heel blij mee. Want daardoor ben ik vrijgesteld om dit werk te doen. En dat kan niet iedereen doen. Dat realiseer ik me ook in het Koninkrijk van God. De middelen zijn er, maar voor dit werk heb je natuurlijk wel geld nodig. En zeker als we groter worden en groeien. Ja. En dat doen we. Nou, heb je een lieve man, want dat hij je onderhoudt. Ja. Ja, mijn man onderhoudt mij. En de Heer onderhoudt de bemoediging. Bedankt aan je man en God. Ja. Nou, de bemoedigingssite, u kunt het vinden gewoon simpelweg door in te typen www.bemoedigingssite. Let op, 2 S'en, hè? 2 S'en. Bemoedigingssite.nl. U ziet het nu in beeld. En het boekje uitgegeven bij? Boekencentrum. Ja, en okay. Het wordt een serie. Dus de eerste met Liefs en de tweede voor jou. En als ik hoop echt ook in de toekomst nog een paar te schrijven. Met een paar items die me erg aan het hart gaan. Mooi, dankjewel. Ja. Tot slot, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt is, bid de Heer dat hij jou mag gebruiken als bemoediger voor een ander. En dat zou ik vooral willen zeggen tegen iedereen die denkt, ik heb bemoediging nodig. Dus die nu kijkt en denkt van, ja, ik heb eigenlijk zelf bemoediging nodig. Ik lig zo, ja, waar ben ik, weet je, wat moet er met mijn leven? Ik denk op het moment dat jij, al is het maar een hele kleine positieve opmerking die je geeft aan een ander. Vandaag, daar gaat iets gebeuren. En het keert naar jou terug. Dus geef een bemoediging. God zal jou bemoedigen. Dat is echt, dat geloof ik van harte. Mooi. Dus maak mij een bemoediger. Dat zou mijn gebedspunt zijn. Maak mij een bemoediger. Vandaag. Ja, vandaag. Ja. Als u de gebedspunten echt ook vandaag wil meenemen in uw persoonlijk gebed. En u heeft ze nu even, deze van Gerrie, niet meteen kunnen registreren. Tegen 11 zet ik ze nog even op een rij voor u. Deze week, ik zoek even het boek, het hele verse nieuwe boek, Lopen op het water van Lynn Austin. En nou, Lynn heeft al heel wat boeken gemaakt. Er ligt hier een heel stapeltje aan boeken bij ons in de studio. En Lynn is deze week in ons land, geeft her en der lezingen. En ook hier bij Family 7 doen wij een exclusief interview met Lynn. En we mogen boeken weggeven. Dit boek staat nog geen handtekening in, maar als u het nou leuk zou vinden om zo'n boek met handtekening te ontvangen. Van de week als ze hier is, zal zij de handtekening in deze boeken zetten. Wie weet is dit boek wel voor u. Wat moet u doen om zo'n boek te bemachtigen met een handtekening? En natuurlijk nog veel interessanter, het hele boek, Lopen op het water. Stuur even een mail naar cafetinto@family7.nl. Dat is cafetinto@family7.nl. U kunt ook bellen. Het nummer is 055-5790-710. Dat is 055-5790-710. En als u naar een van die locaties wilt waar Lynn Austin zal spreken deze week, kijk dan op de site van Kok. Dat is www.kok.nl. En daar vindt u dan de locaties waar in het land zij
zal spreken. En trouwens, dit boek is niet zoals je altijd gewend bent van haar, dat het fictie is, maar het is non-fictie, een heel persoonlijk verhaal. Mijn zoektocht naar een dieper geloof in het land waar Jezus leefde. Lopen op het water van Lynn Austin. Wil je ook een boek met handtekening? Ja. Ja. Ja, ik vind het een geweldige schrijfster. Kijk, dus ja. Wat jou betreft, maar ik heb nog geen handtekening, dan moet je ook deelnemen. Ja. Even een mail sturen. Ja, goed. Goed. We gaan er even uit voor de reclame. We zijn er zo weer. Blijf kijken, tot zo. Ja. En dan ligt helemaal daar van.